Waarom was je er niet voor mij tijdens de zwangerschap van Tiger? Toen jij zei dat je zwanger was, toen had ik echt even dat ik gewoon even op de grond ging. Zo, en dat ik dacht van wauw, mijn leven is echt voorbij. Ik vond het echt, zeg maar, kut. Want ik heb ook altijd gezegd, ik wou geen kinderen. Ik heb natuurlijk een kind op Curaçao, maar ik wou echt niet. Want ik weet, ik ben bang. Zeg, ik was bang voor mezelf. We hebben samen overlegd dat ik ging stoppen met de pil. Dus tuurlijk, maar ergens in mijn achterhoofd dacht ik van ja, het overkomt mij toch niet. Zo zie je maar hoe erg je mij altijd voor de gek hebt gehouden. Eating with my ex going Dutch. Vrijdag om 10:30 een dubbele aflevering op TLC.